Een dure grap van een os die burgemeester werd. Een spel van Henk Mom. Regie, Ant Vleuter. Now old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here, there, here, there, everywhere. Here, there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Now old MacDonald had a farm. Ja. Is het gelukt op uitzending? Nee. Wat is er dan te lachen? We hebben geen cent in huis. Een brief van Appie. Wat een mop. In plaats van moppen zou die beter dat geld kunnen sturen dat jij hem geleend hebt. Ah, ja, maar dit is een hele mooie. Zet hem in het studentenblad. Misschien krijg je er wat voor. Nee, hier is veel meer mee te verdienen. Mooi hoor, hij heeft in het dorpscafé een stinkend rijke boer ontmoet. Appie vindt altijd wel iemand die zijn rekeningen betaalt. Luister nou, die man die heeft alles, schrijft hij. Alleen geen kinderen. En als hij die wel had gehad, dan zou hij er zeker eentje naar de universiteit sturen. Want dat was het hoogste. Nou, Appie kreeg er schoon genoeg van. Hij schrijft om van het gezeik af te zijn. Heb ik tegen die boer gezegd dat die universiteit alleen maar een dure stal is. Waar ze van stomme beesten knappe mensen maken. Haha, wat een grap. De grap, nee, die komt nog. Die boer die slikte dat. Die nam het letterlijk. Bezopen. Ja, dat dacht Appie eerst ook. Maar nou schrijft hij om te zeggen dat hij dinsdag om 11 uur langskomt. Dat is vandaag. Wat zou je hebben? Wie? Appie? En we hebben zelf geen cent. Hoe je Jeroen, hoe moet je dat zien? Er staat een man voor het raam. Met een koe? Nee, Iris, dat is geen koe, dat is een os. En die man, dat is boer Gerrits. En dat moet hier. Dat leg ik je toch net uit. Luister goed. Jij bent mijn assistente. Assistent? En ik ben de prof. Wat voor prof? Ik ben de wonderdokter. Die van stomme dieren knappe mensen maken. Wat heb je het in hemelsnaam over? Doe jij de deur even open, Iris? Ik snap er niets van. Komt wel. Als je maar weet dat ik mijn wonderen niet voor niets verricht. Goeiedag. Ik kom voor de dokter. Ja. Is het voor uzelf? Nee. Voor Joost. Mijn as. Joost? Wat mankeert er aan? Joost mankeert niks. Behalve dan wat je zo tegen dames niet zegt. Oh. Ja, hoe zou ik zeggen, een as is geen stier, zou ik maar zeggen. Nee, oho, oh, bedoelt u dat? Nee, hij heeft het in zijn hoofd. In zijn hoofd? Ja, hij moet studeren. Heeft u die brief dan niet gekregen? Ach, nu begrijp ik het. Die hebben we net ontvangen. Ik ben nog niet van alles op de hoogte. Maar de professor weet er dus wel van. Ja, komt u dan maar even binnen? Alsjeblieft. Nou Joost, voeten vegen. En daar naar binnen jij. Ja, maar meneer. Ik ben geen meneer. En Gerrits is de naam. En dit is Joost. Doe maar. Hup. Ja, goed zo. Mevrouw Iris, meneer Gerrits en de nieuwe student naar de keuken alstublieft. Ja, maar professor, de student. Een prachtexemplaar, ik wil jullie schrijven nog. Als u de deur even dicht doet, dan zet ik de kapstokken even opzij. Meneer Gerrits, wilt u mij maar even volgen? Jazeker. Nou, Joost, denk er maar. Over de mat. Over de mat. Die staart. Ja, juffrouw Iris. Hij beeft. Een 10 voor uw mooie ogen. Oh, de vaas, mijn beste stuk. Joost is geen vaas, juffrouw. Maar wel mijn beste stuk. Juffrouw Iris, ook in de wetenschap brengen scherven geluk.
Helpt u mij eens even een handje? Professor, ik kom er niet langs. Ja, pas op, Joost. Het wordt glad hier in de keuken. Stop! Laat u daar maar staan. Zo. Joost. Zeg jij eens A. Ah. Hij zegt nooit veel meer. Nee. Stille wateren, diepe gronden. Professor, een beest! We bedoelen de kandidaat! De kandidaat, professor! De kandidaat, laat niet spannen! Heel juist, de emmer, alstublieft! Ja, er is weer niet gezegd dat hij zindelijk moest zijn. U hoeft zich niet te verontschuldigen hoor, meneer Gerrits. Normaal blijk van nervositeit. Flasje ziet er heel gezond uit. Ja. En ontlasting. Ruikt goed. Ja, ruikt heel goed. Juffrouw hier is, gaat u mee alsjeblieft zo snel mogelijk even naar het laboratorium. Ik ga. Ja. Meneer Gerrits, wat zal ik ervan zeggen? We kunnen kort zijn. Alsjeblieft. Ja. Dankzij de excretie van Joost. Waarmee? Dankzij de medewerking van Joost, ik bedoel de bijdrage die juffrouw Iris dus nu even naar het laboratorium brengt, hè, is verder onderzoek mijnerzijds overbodig. Ja. Nog nooit eerder zo'n begaafde kandidaat gezien. En dat is aan zijn water te zien. De geur, kleur, hè, en het hoge voorhoofd natuurlijk. Ja, ja, dat zijn die studenten ook. Ah, welke student? Die voor Joost die afspraak heeft gemaakt. Ach! Begaafd man, heel begaafd man. Met mijn koeien kan het niet, zei hij. Hoe zei hij dat? Die kunnen alleen maar heilig worden verklaard, zei hij nog. In India. Ah, nou, u bent goed geïnformeerd. Maar ik zeg altijd, koeien moeten gemolken worden, meneer. Uh-huh. Aan heilige koeien heb ik niks. Ja, ossen, die kunnen gaan studeren. Die hebben daar aanleg voor. Oh, meneer Gerrits, nee. Niet iedere os, nee. Maar mijn Joost is een bijzonder beest. Hè? Heel bijzonder. Ja. Het is een feit dat het bij ons vooral de ossen zijn die aanleg hebben om te leven in een geur van heiligheid. Een geur van wat? Anders gezegd, meer neigen tot reïncarnatie. Ach zo, ja. Waarblieft? U denkt van niet? Nou, denken laat ik aan Joost over, hè. Hij gaat studeren tenslotte, hè. En geen buitenlands gedoe, alsjeblieft. Gewone, degelijke wetenschap. Nee, wij gaan hier strikt wetenschappelijk te werk. Nou, dan is goed hoor. Wees u gerust hoor, wij leveren geen heilige af, nee, alleen maar knappe koppen. Hè? Steunpilaren voor de maatschappij. Houdt u hem dan hier? Hier? Ja, dat is geen probleem, juffrouw Iris, nee. Ja, wij brengen Joost hier wel onder. Rechten, hè? Oh. Hij moet rechten studeren. Hij is de enige niet. Nou, dat komt goed uit. En dan naar het landbouwschap, begrijp ik. Stellen die ook geossen aan? Dat is interessant. Nee, Gerrits, meneer, voor wij Joost kunnen inschrijven, moeten natuurlijk wel de kosten zijn voldaan. Ik zou voor zijn studie toch wel een beurs kunnen krijgen, denk ik. Ja, hooguit een kleine bijdrage, misschien uit de experimentenpot, hè. Ja, is net voldoende voor kost en inwoning. Ja, en wat de inschrijvingskosten betreft, ja, die zijn helaas voor uw rekening. Oh, zo. En hoeveel is dat wel? Juffrouw Iris. 300 gulden, professor. Maar zei je? De 300. 300 gulden? Nou, dat valt reuze mee. Hè? Als u nou even contant betaalt, dan kan juffrouw Iris de zaak vandaag nog regelen. Ja. Hè? Ja, vergeet u niet, meneer Gerrits. Joost loopt een beetje achter en heeft heel wat in te halen. Ja. Als u mij nou het geld geeft, dan zegt u nu maar even Joost goedendag. Hè? Ja. Juffrouw Iris laat u wel even uit. Ja, maar 300 gulden. Nou, en dat jij je gedraagt, hè, student? Over een maand kom ik terug bij je. Ja, uitstekend idee, meneer Gerrits. Uitstekend idee. Dank u. Dank u, hoor. Joost is een veelbelovend student. Gerrits moet betalen. Gerrits die heeft geld. Gerrits die heeft ping, ping, ping. Ja, Gerrits die heeft geld. Hoor dit bijna. Alsjeblieft. 1 os en 300 ballen. Wat doen we met het beest? Ja, juffrouw Iris. Joost, maar weten. Zullen we het de slager vragen? Ja.
kan u zeggen, meneer Gerrits, het is ongelooflijk hoe uw os in die ene maand veranderd is. Zo. Hij is praktisch zindelijk en hij woont op kamers. Ja, ja. En waar? Hier in de buurt. Maar het heeft geen zin hoor om er nu naartoe te gaan, want hij heeft op dit moment college. Oeh, en krijg je dan wel genoeg te eten? Ja, een speciaal dieet in de mensa. Ja, ziet er heel gezond uit. Loopt al heel behoorlijk op twee poten. Mm-hmm. Ja, was wel even wennen voor zo'n hospita. Hij is altijd de kluiten gewassen natuurlijk, hè. Maar hij stoot zijn hoofd steeds minder. Mm-hmm. Ja, oh ja, een enkele lamp dan, hè. Enfin, dat kan juffrouw Iris u vertellen als ze komt. En hij studeert dus rechten. Ja, hoewel hij daartoe eigenlijk het recht niet heeft, hoor. Hoezo? Waar blijft u eigenlijk? Ja, kijk, ziet u, is uw Joost... Is mijn as soms niet goed bedoeld? Blijf u zitten, meneer Gerrits. Blijf u zitten. Uw Joost is een echt studiehoofd. Echt. Daarom is hij ook toegelaten, ondanks het feit dat het collegegeld nog niet was betaald. Ja, ik heb de administratie een verzekering gegeven dat u mij die 1200 gulden zou betalen zodra u kwam. Wat zeg je daar? 1200 gulden? Ja, ik was ook verbaasd dat het nog niet verhoogd was. En, maar daarmee heb ik dan alles wel betaald, zeker? Behalve dan de kleermakersrekening, hè? De kleermakersrekening? Als u over een paar maanden nog eens terugkomt, dan zult u Joost niet meer herkennen. In Bef en Toga zou uw os een indrukwekkende verschijning zijn. Hadden ze weer niks gebruikt zijn bureau? Nee, ze kunnen die tent net zo goed sluiten. Hier is, kijk eens wie daar aan komt. Oh nee. Oh ja, en precies op het juiste ogenblik. Dag, meneer Gerrits. Zo gaat het niet langer hoor. U bedoelt Joost? Dat bedoel ik. Ah, ja, maar het gaat uitstekend hoor met Joost. Nee, dat bedoel ik niet. Oh, wat bedoelt u dan? Ik bedoel dat hij nooit thuis is als ik kom. Ah! En dat ze dan nooit weten waar hij is. Ja, dat is heel onaangenaam. En hij was ook niet op de universiteit. Niemand had daar een os gezien, zei ze. Halen we hem te slagen. Ja, maar smakeloze studentengrap. Heeft al niemand u gezegd, meneer Gerrits, dat hij binnenkort examen heeft? Wat zegt u? Examen? En examens kosten geld. Nee. Geen cent, professor. Geen cent, zolang ik Joost niet heb gezien. Tja, dat is moeilijk. Want ik weet waarachtig niet waar hij werkt. Waar hij werkt? Weet u dat misschien, juffrouw Iris? Mij heeft hij niks gezegd. Hij is hier niet om te werken. Hij moet studeren. Oh ja, maar het is een hele ijverige werkstudent, hoor. Hij slaagt heus wel. Maar waarom heeft hij mij niet geschreven? Tja, schrijven dat gaat wat moeilijk met zo'n poot. Hoe doet hij dan examen? Dat doet hij mondeling. Ja, het is waar genoegen om hem te horen. Hij spreekt vrijwel zonder enig accent. Ja, nog even en Joost heeft de tongval voor Slans vergaderzaal. En hoeveel kost dat examen? Ik weet het niet. 125 gulden. Oh, ja. Weet je wat? Dan geeft u hem deze 200 gulden. En u zegt er dan bij, als u wil, dat ik hem niet naar de universiteit heb gestuurd om te gaan werken. Hij moet zijn hersens gebruiken. En dat hij me de volgende keer niet weer ontloopt. Oh, juffrouw Iris. Jeroen, houd daarmee op. Jeroen betaalt toch goed? Ik hou niet van geld dat ik niet verdiend heb. Iris, die man die vraagt erom. Die wil het onmogelijke. Nou, dat leveren wij. Wij hebben van die stomme os van hem een knappe kop gemaakt. Dat is gewoon werk, ja toch? Waar hij voor betaalt. En dat studeert recht. Nee, Jeroen, ik doe niet meer mee. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Alfabet heeft ook een eind. We kunnen nou niet ophouden. Waarom niet? Ja, omdat die Oslo niet is afgestudeerd. Toch wel. Hoezo toch wel? Dat staat in, Zeg, lees jij eigenlijk wel eens een krant? Ja, dat is toch wat in staat. Nou, daar staat het in. Wat staat erin? Dat wij een nieuwe burgemeester hebben. Huh? Ja, dat weet ik nou in. En hoe heet die man? Nee, dat kan niet. Nee, lieverd, nee. Nee, dat tuint hij zelf niet in. Maar waarom niet? De professor heeft de natuur een handje geholpen. Hij heeft het mes erin gezet. Nou, en dat heeft hij gratis en voor niks gedaan.
Tot meerdere eer en glorie van de wetenschap. En van boer Gerrit. Als hij maar zo dom was, dan was hij niet rijk. Die man ziet toch alleen maar wat hij wil zien. Of zul je hem hebben? Doe even open, dat is niet. Ja, vrouw, ik zeg het u meteen, geen cent meer voor ik hem gezien heb, hoor. Dag, meneer Gerrits, komt u toch binnen? Zet u uw klompen daar maar neer. Ja, komt u verder, meneer Gerrits? Ja, meneer. Professor, hij was weer niet thuis. Gaat u toch zitten? Ik geloof er niks meer van. Ja, dat vreest ik al. Wilt u misschien een kopje koffie? Kopje koffie. Mijn buurman heeft hem op de veemarkt gezien. Oh, god. Ja, dan... Moet ik het u maar zeggen? Nou, zegt u maar niks. Het is wel duidelijk. Hij studeert niet, hij zit achter de meiden aan. Oh, ja. Denkt u dat? Ik denk die eeuwige kalverliefde. Ja, maar heren. Joost is geen heilige. Tja, ja, ja. Als dat nou alles is. Als dat nou alles is. Meneer, neem me niet kwalijk. Ik laat mijn erfgoed niet bedreigen door een of andere eeuwige student die het verstand tussen zijn benen heeft zitten. Maar hebt u dan geen bericht gekregen? Meneer, ik laat me door u geen sprookjes meer vertellen. Dat Joost afgestudeerd is. Berichten die niet komen, die bestaan niet. Afgestudeerd. Professor. Ja, je voelt er wordt bij de post nog steeds gestaard. Ah. Mm-hmm. Maar dan weet meneer Gerrits dus ook helemaal niets van de operatie. Huh? Operatie? Wat voor operatie? Ja, meneer Gerrits. Er bleef ons geen keus. Gezien uw afwijzing van de reïncarnatie... Van de buitenlandse methodes, hè, zoals u dat noemde... hebben wij het mes erin gezet. Waarin? Joost. Dus toch bij de slager. Ja, dit gaat te ver. Durft u een academisch ziekenhuis te vergelijken met een slagerij? Een academisch ziekenhuis? Een plastisch chirurg. Met iemand die alleen verstand heeft van ossenworst. Plastisch chirurg? Professor, meneer... Alsjeblieft. De professor wilde u toch alleen maar verrassen? Nee, niet kwalijk. Noemt u dat een verrassing? Mijn Joost ligt in het ziekenhuis, zegt u. En wie moet dat allemaal betalen? De professor. Dat was meer de bereik van juffrouw Iris. En wanneer kan ik hem zien? Maar hij ligt niet meer in het ziekenhuis. Waar ligt hij dan? Ja, maar leest u dan geen krant? Ik laat me niks meer op de mouw spelden. Ik ga zelf wel even kijken als iets me interesseert. Ja, dat is een zeer wetenschappelijk standpunt, ja. Ja, Joost heeft het dus niet van een vreemde. Wat heeft Joost? Joost heeft van haar majesteit. Wat heeft mijn as van haar majesteit? Benoeming. Wat? Leest u maar. Ja, nieuwe burgemeester, ja. Is je? Nou, wat gaat mij daar aan? Het staat hier, onder die foto. Eens kijken. De installatie van meester Joost van Os. Ja, maar is dat Joost? Die man! Is dat de burgemeester? Nee, dat geloof ik niet. Ja, het is ook ongelooflijk. Dat kan niet waar zijn. Maar... Ja, meneer Gerrits. Maar waarom heeft hij dan mijn naam niet aangenomen? Nou, misschien omdat hij zijn dierlijke komaf niet verloochenen wou. Ja, maar op die foto... Dat is toch duidelijk een man? Ja, duidelijk. En wat voor een? Vast een robuuste vent, maar... Ja, meneer Gerrits. Waar is hier het stadhuis? Zo, daar hangt hij dan. Achter glas en ingelijst. Een krantenfoto. En krek op de plek waar hij voor een jaar nog stond. Joost. Tje. Onze Joost, burgemeester van een universiteitsstad. Tje. Het dorp lacht en de vrouw is kwaad. Wat zeg jij dan nou van? Mina? Ja, zegt dat wel. De mensen hebben geen verstand. Maar... Ik zal het je precies vertellen. De portier van het stadhuis begreep niks van wat ik zei en ik heb het toch wel 10 keer verteld. Een bode bracht me naar de deur. Zomaar een deur. Hij klopte nog even en toen riep Joost: Binnen!
Ja, ja, ze hebben echt een eer van hem gemaakt, hoor. Maar hij wist niks meer van jullie. Hij rook ook niet meer naar de stal. En hij wou zelfs niet weten dat ik zijn studie heb betaald. Zo is het, Nina. Ja, ja, ik hoor je wel. Stank voor dank, hè. Ja, hoor. Ik zei nog wel tegen hem, al ben je nou dan zindelijk en een voorname vent, jij bent nog steeds een stijve assenkap. En toen werd hij kwaad. Ik kom trouwens. Kom mee, zei ik, kom mee. Dat kan de vrouw dat ook eens zien. En weet je wat er toen gebeurde? Toen heeft die bode, ja, diezelfde bode, me er gewoon uitgesmeten. Wat zeg je me nou daarvan? Een dure grap of van een os die burgemeester werd was een spel van Henk Mom. Jeroen werd gespeeld door Olaf Wijnands, Iris door Gerry Mantel en Boer Gerrits door Piet Enkel. De regie had Ad Leupler.